jongen. Okay. Dames en heren thuis, we zijn de 9e ronde ingegaan. Ben ik nog in beeld? Dames en heren thuis, we zijn net de 9e en laatste ronde ingegaan. En we hebben zometeen op de liveboarden, dat kunt u op de computer ook al zien, een unieke prestatie, namelijk twee meisjes van 9 jaar uit 1997. Masha Bitalzadeh en Willemijn de Voogd, die strijden in de laatste ronde. Niet om de beste meisjesprijs, maar om de beste prijs algemeen. Schaken is van oudsher een beetje een sport voor stoere jongens. Maar meisjes zijn steeds meer hartstikke goed in het schaken geworden. En we hebben hier het bewijs van dat hier om de Nederlands kampioenschap uit 1997 gestreden wordt door twee meisjes. Dat gaan we zo live voor u in beeld brengen. We gaan daar nu naar kijken dus. Oké. Okay. We gaan daar nu naar kijken. Let's go. Oké. Okay.
Volgens mij wou jij nog iets aanvullen op wat wij jou net hebben gevraagd. Ja, ondertussen ben ik eruit gekomen in welke provincie het was. Het was in Overijssel. Oké dan. Nou, dan zijn we heel wat wijzer geworden. Ja. Ja. En heb je nog verder iets anders te vertellen over dit schaakevenement? Dat ik de laatste ronde gewonnen heb. Ja, heb je de laatste weer gewonnen? Oké, dus nou sta je al heel wat hoger in de ranglijst, hè? 5 uit 9. Oké, nou dat is toch wel mooi. En dat vriendje die daar staat, die heeft 5,5 uit 9. En hoe oud ben jij? 10. Ja, 10 jaar. Ja. Hoe ervaar jij het hier? Ja, leuk. Alleen ik heb 1,5 puntje meer dan hij. Dus daar ben je wel trots op, of niet? Nou, een half puntje is niet heel veel, maar ik heb het wel beter gedaan dan vorige keer. Dus daar ben ik wel blij om. En hoe ben je erbij gekomen om te gaan schaken? Kom maar een beetje hierheen, hoor. Mijn opa die leerde me schaken toen ik 4 was. Dat vond ik hartstikke leuk. Dus toen ben ik op een schaakclub gegaan. Oké. Door je opa. En jouw vader en jouw moeder schaken die ook? Mijn moeder die kan een paar zetten. En mijn vader die schaakt ook. Oké, en heb je ook nog broers en zusjes? Ik heb nog een zusje en die schaakt ook. Oké, dus een hele schaakfamilie. Nou, niet helemaal, maar mijn moeder niet. Je moeder niet zo. Die zet een paar zetten, maar daarmee is de kous af. Die heeft een paar met... een beetje geoefend met mijn zusje. Dus die leerde een beetje pionnetje. Ja, dat soort dingen. Ja, er gaat ook wel veel tijd in zitten uiteindelijk om echt goed te kunnen schaken, hè? Ja, dat valt ook best wel weer mee, want ik schaak ook bij messenmaker. Alleen het is gewoon op donderdagavond en 1 avondje schaakles. En af en toe een toernooitje. Ja, maar het houdt je natuurlijk heel scherp en op een gegeven moment leer je heel veel tactieken en dat blijft erin zitten. Ik bedoel, zeker omdat je zo vroeg bent begonnen. Ja. Ja, ik schaak ook nog op internet. Daar, kijk, dus het blijft niet bij 1 avondje, hè? Nee. Ik, op internet. Dat gaat ook best wel goed. En doe je ook wel eens met je vader thuis schaken? Of met je opa? Met mijn opa soms wel. Ja? Met mijn vader niet. Oké. Maar heel soms. Niet te zo vaak. Nou, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Wil je nog wat vertellen? Ja. Want ik heb hier nog een vriendje lopen. Die zit nu ook bij de IJssel. En dat is Jeroen Jacobs en die hebben ook 2 broers, Leon en Justin. En die speelt nog bij de IJssel. En dan blijven we met z'n 2 achter en nog 2. Alleen die zijn hier niet. Arie, Jits en McDaniel. Zijn geen broers, maar neefjes. Waar zijn ze? Die wonen ook in Moordrecht. Die zijn daar nog, want die gingen niet mee met dit toernooi. Oké, dankjewel. Kan je even met de microfoon? Kan je even met de microfoon? Dus kan je niet meer vertellen? Ja. Kom even daar even staan zo. Dat is zo goed, hè, hier, hè? Kan je mij vertellen hoe jij heet? Ja, Maxime Slachter. Maxime, hoe oud ben jij? 8 jaar. 8 jaar? Ja. En speel je ook schaak? Ja. Heb je ook meegedaan met deze competitie? Ja. Ja? Ja. En hoe ben jij erop gekomen om te gaan schaken? Ik schaakte met mijn papa, met mijn zussen, met mijn mama en met mijn bompa en met mijn onkel. En dat vond ik leuk dan en toen ging ik schaken. Oké. Dus je hebt... En hoe oud was je toen je daarmee begon? 4 jaar. 4 jaar al? Ja. En hoe is de competitie hier gegaan? Is het een beetje goed gegaan? Ja. Ja? Ik vind het wel. Ja? Ben je een beetje ver gekomen? Ja. Ja, hoe ver ben je gekomen? 5,5 op 9. Oh, nou dat is toch best aardig, hè? Ja. En jij komt helemaal uit België? Of... Ja. Ik dacht al iets te horen, ja. En waar uit België kom je vandaan? Van Schilde. Schilde, en waar ligt dat precies? In Antwerpen. In Antwerpen? Ja. Ook de Schelde of Schilde? Schilde. Schilde, oké. En... Dus dat was een hele reis nog hier naartoe dan? Ja. En daar heeft jouw vader helemaal voor jou over om jou te kunnen laten schaken? Ja. Hier in Eindhoven? Ja.
En heb je een leuke dag gehad? Ja. Ja? Heb je veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gekregen hier? Wel, toch wel veel. Ja? Ik heb een beer en een opschaker. En ik heb ook een beer en die brengt veel geluk. Oh, dat is jouw mascotte? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, hij heeft je toch nog wel een beetje geluk gebracht dan, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, hele fijne terugreis. Ja. En misschien tot de volgende keer. Ja. Oké. Okay. Doei, doei.
Ja. Dus de uitslag is... Ja. Ja. En nu? Voogd. Hij steert. Willemijn Minnen. Gewonnen! Ja. Oh, lieverd. Maar het was toch niet, want ik ging dat toch door de tijd, maar ik stond toch gewoon down voor. Ja? En? Nee. Zij kon nog jouw mat krijgen. En dan zit dat wel een niemand bij de tijd, hoor. Jij speelde zelf door. Ja, ik kom er best wel.
Olivia mee. Het zijn veel
uit de jongere jaren die die puzzel goed inleveren. Jongens, kunnen jullie even een beetje naar beneden? Maurice van Eijk, dat is de jarige van vandaag. En dat is mooi dat hij op het podium komt, want ik had hier nog een mooi shirt voor hem klaarleggen als verjaarscadeautje. Dan kan er in één moeite door. Maurice, waar ben je? Martijn van Jutterswijk. En Bastiaan zijn achternaam met groene pen. Bastiaan met groene pen. We zijn de tel kwijt, Hedo. We wachten heel even. Kijk, als iemand naar huis is, dan gaan we gewoon door met loodjes spreken. Ja, dan komt er nog iemand. Jij bent? Kasper Dijshoff en Jim Kloosen en Christian Timmerman. Christian Timmerman, Jim Kloosen. Ja, als je naar huis gaat, dan kun je missen. Mag ik de rest mee, zegt meneer uit Groningen. Neemt u maar niet mee. Nou, ja, Thijs Seibering of Ingering, dat is misschien. Door Stoffenvraag en zijn die er nog? Als niemand meer komt, dan moet er nog een paar. Hoge Messias. En Peter Kooijmans. Dankjewel en goede reis terug naar Groningen. Wat gaan jullie eten dan? McDonald's. Is smakelijk bij Groningen. Dan, dames en heren, dan gaan wij zo beginnen dat de echte prijs uitreiking aan de Nederlandse kampioenen vereren. Ik heb hier naast mij staan Marco Meijer, lid van de commissie Jeugdschaak van de Nederlandse Schaakbond. En hij zal nog kort het woord tot u richten en ook assisteren met de prijs uitreiking. Marco. Ja, dankjewel Jos. Normaal gesproken zouden hier Monique Stam staan, bestuurslid jeugdschaak van KNSB. Zij zit op dit moment in Georgië bij het jeugd-WK. Zij heeft mij gevraagd haar taak over te nemen. Ze had me ook gevraagd een lange speech te houden tot een uur of zeven. Nou, het is inmiddels al 7 uur, dus ik hoef niet veel meer te zeggen. Ik wil wel de organisatie hartelijk bedanken. Ze hebben weer veel werk van gemaakt. Weer een aantal nieuwe dingen vergeleken met vorig jaar, ook qua leefactiviteiten. Dus voor al dat werk, even hartelijk bedankt aan de namen Jos Lange en zijn hele vrienden. Nou zijn hier een aantal uitstanden en uitslagen neergegooid. Arno, heb jij een echte lijst? Vals. Wat raar.
Juist, ik was de lijstspeler. We beginnen bij 98. De jongste groep en in 98 zitten niet alleen spelers uit 98, maar uit, ook uit 99 en ook uit 2000. 2000 betekent dat je nog maar 6 jaar bent en om dat te spelen op een Nederlands kampioenschap is heel knap. Wij beginnen met de vijfde prijs. En die is gewonnen door Sascha Schinkman. Die mag naar boven komen. Dan gaan we het zo doen, jongens. Iedereen die nu op de trap zit, die gaat allemaal samen. Want hier komen de prijswinnaars te zitten. Zoals jij gefeliciteerd hoor. Dan hebben we de vierde prijs, gewonnen door Olivia Meng. Maar Olivia mag ook even blijven staan, want zij is in dit geval ook van 98 het beste meisje. En ze krijgt ook de meisjesprijs. En dat is een prestatie als je dan in de top 5 eindigt. Jullie mogen hier op de trap gaan zitten. En het begint hier bij het zwarte streepje. Ga je maar lekker hier zitten met je benen. Ja, mooi daarnaast. Derde prijs 98. Met 6,5 punt scoren, maar weerstandspunten 51,5. Olaf Mosselman. De tweede prijs met 7 punten, Yassine Boudat. En dan hebben we de Nederlands kampioen, 1998, 6 jaar en jonger. Nee, 8 jaar en al, dank u wel. Hij is niet alleen gewoon Nederlands kampioen, hij heeft ook nog een keer 100% gescoord vandaag. 9-9, Thomas Beertsen. Gefeliciteerd. Je mag van naast me zitten. Denk ik in 97. Daar is de vijfde geworden, Rick Roelofs. 6,5 punten. Daar is hij overigens geworden net op weerstandspunten zien. Ja, daar is de vierde geworden, Stijn Diepen. Met 7 punten, Masha Bidalzade. Tweede is geworden, spannende strijd. Met 7,5 punten en beste meisje, Willemijn de Voogd. Zijn gekomen en die wint op weerstandspunten Lella Moers. Dat is nog niet, gefeliciteerd. Ben je 1996. De vijfde is geworden en meteen beste meisje, Mirjam Tensius. Smeren, dat komt samen. Ja,
Gefeliciteerd met u. Vierde is geworden in deze groep in 1996 uit Eindhoven, Jan Cox. Voor Jan de thuiswedstrijd. Gefeliciteerd Jan. Jongens, kunnen jullie allemaal samen één trap lager gaan zitten? Eén tweede lager. Sorry. Dan kunnen we nog hier. Oké. Derde is geworden in 1996, Ruud van Meegen. En dat is op eerste als punten, hij had 2 punten meer dan Jan. En tweede is geworden in dezelfde groep, ook op eerste als punten nog 1 puntje meer dan Ruud. Charlie Vos. Nederlands kampioen 1996 met 8 punten uit 9 wedstrijden, Roger May. Die hebben we een paar keer gezien op het podium vandaag, gefeliciteerd. Sorry. In 1995, daar zit het beste meisje niet meer bij de eerste 5. Maar het beste meisje is hier 6e geworden. Uit Limburg, Diana Dalemans. Ja, klopt, Diana, gefeliciteerd. En dan krijgen we dan 5 jongens. Dit gaat overigens allemaal op weerstandspunten, 6,5 punt. Voor nummer 5. Nick Belstra. Met net weer 1 weerstandspuntje meer, Marco Miranda. En de 3e plaats, ook met 6,5, de hoogste weerstandspunten, die beker blijft in Brabant, Richard Goedenbuur. De 2e prijs, 1995, 7 punten uit 9 wedstrijden, Zijn Kolle. Nederlands kampioen 1995 met een score van 8 uit 9, Julian van Overdam. Gefeliciteerd Julian. Het beste meisje uit 1994, geëindigd op de 9e plaats met 6 punten. En dat is, ja, dat klopt, moet ik zeggen, want dat is de gedeeld 7e plaats. Eentje Wammeling. Dat is geëindigd op de 4e plaats. Nee, ik zeg verkeerd. De 5e plaats. Die had blok nummer 4. 6,5 punt. Christoffer Broeks. Vierde plaats. En een heel handvol weerstandspunten meer. Kambi Skanda. We zijn gebleven. Kampioen Zevenaar, 3e plaats, 1994. Ik wel admiraal. Als we daar op de grond ook een opening maken, dan kunnen jullie daar winnen. 2e plaats, en dat is eigenlijk gedeeld 1e, maar het wordt beslist om een half weerstandspuntje. Ik kan er ook niks aan doen. Allebei 7,5 punt. 2e plaats geëindigd, punt Ducamon.
waren twee kamers. Dat betekent dat Nederlands kampioen is in 1994 met 53 weerstandspunten Ilias van der Lende. Gefeliciteerd. Zijn we aanbeland bij 1993. Het beste meisje zit bij de eerste vijf. Maar vijfde is geworden met 6,5 punt. Anderhalve weerstandspunt meer dan nummer 6. Milan Wolfman. Ongedeeld vierde met 7 punten. Die beker blijft in Brabant. Maurice Swinkels. De eerste drie, allebei 7,5 punten, 9. Weerstandspunten 53,5, 55,5 en 56,5. Derde is geworden David Klein. Tweede is geworden Anna Haast. En dan weer ook met de meisje. Dat Nederlands kampioen is degene die gisteren, denk ik, de meeste stukken opgezet heeft. Misschien alleen maar dat is een voordeel. David van Dongen. Marieke Dirksen.
Goed gedaan, Rieke. De vijfde plaats is een gedeeld met de vierde en de derde en ook de zesde. Helaas net buiten de prijzen in 91 Wesley van Heuvel, maar vijfde geworden Jimmy Jongens. Vierde plaats, ook 6,5, Daniel Ruiter. Zijn jullie nog niet opgeklapt? Derde plaats, Larry Otis. Tweede plaats, allebei 7 en 9. Dan mag jij de prijs ophalen. Tweede en eerste, allebei 7 punten. Tweede geworden, Mike Haas. Nederlands kampioen 1991 met 53,5 weerstandspunt. Dat zijn er heel stuk meer dan Mike. Giel van Rijn. Mag ik de volgende? We gaan door in 1990. De bekers zijn dan wel op, maar daarvoor hebben we enveloppen. Heb je alles op voor onder liggen? Ja, meisjespressen nummer 2. Nee, jongens, mag ik nog even stil? We zijn bijna doorheen. Ook hier op het podium. De meisjes zijn gelijk geëindigd in dit kampioenschap van 1990. Dat zijn Chantal en Eerborg. Gefeliciteerd beiden. Chantal van Eyck en Eerborg Jansen. De geldprijzen zijn nummer 3 tot en met de Nederlands kampioen. De derde is geworden met 6,5 punt, Guus Bolle. Tweede is geworden met 8 punten en ik denk een hele goede prestatie. Afgelopen maandag, minder dan een week geleden, werd hij geopereerd aan een blinde darmontsteking. Daardoor kon hij niet mee naar het WK. Vandaag tweede, Twan Burg. Twan, gaat het niet met je? Gefeliciteerd. Nederlands kampioen met een half puntje meer. Hartstikke gefeliciteerd, Koen Haast. Deze drie prijzen in 1990 blijven allemaal in Brabant. 1989. Beste meisje geëindigd op de zesde plaats, Martine Middelveld. De tweede en de derde prijs gaan wij delen met 3 spelers. Dat wil zeggen op de vierde plaats en de derde en de tweede. De vierde is gewoon op weerstand Ibe Gorter. Derde Thijs Laanhoven, tweede Ewout de Grote. Ibe, Thijs en Ewout. 6,5 punt, 46, 48, 49 weerstandspunten. Marco heeft hem verloren.
Nederlands kampioen 1989, 7 uit 9, Tony Zang. In 1988 hebben we het beste meisje, dat deden maar volgens mij twee meisjes mee, maar het beste is daar geworden Melissa Muren. Kennelijk hebben alle meisjestrainingen van de laatste jaren toch hun vruchten afgewerkt, we hopen. Omdat bij de jongere groepen zitten de meisjes ook bovenin. Neem niet weg, Melissa, gefeliciteerd. De derde en vierde plaats gaan wij delen. Vierde geworden Simon Provoost, derde geworden Tim van Doren. Het scheelt 2,5 wisselpunt, maar de prijzen worden verdeeld. Dat scheelt dan een beetje. Tweede geworden in 1988 en Rico Place. Nederlands kampioen 1988, 7,5 uit 9, gedeeld, ongedeelde eerste, met je taak. En hij heeft op deze trappen een vaartje gezet. Met je gefeliciteerd. Een van de jongens heeft het. Een van de jongens heeft het. In 1986 en 1987, daar waren wat minder deelnemers, die hebben we gecombineerd vroeger. En dat ziet zo'n plaatje er zo uit. 1987, beste meisje, Henriette Springerkamp. 30 geworden daar, Erik de Moor. Als jullie nou, als je thuis bent terug op internet kijken, dan staan de hekstanden op. Klopt dat, onze webmaster Marcel Broek? Van de 97 en 98 staan erop en de rest volgt. Nou, voordat jullie thuis zijn, staan ze erop. Mensen thuis, kom eraan. Ik ben verpleegd met de tweede plaats, 87. Komt dat? Dame van Kerkhoff. Komt uit de coulissen. Gefeliciteerd. Nederlands kampioen 1987. Hij staat ook hier op het podium, Jasper Hoekmeulen, gefeliciteerd. Ze hebben gestreden als met z'n tweeën, ze zijn van dezelfde club in de bos. Goed gedaan, jongens. Dan hebben we 1986, de oudste groep. Zij doen dit jaar voor het laatst mee. Beste meisje is daar geworden, Manu Peters. Ik heb begrepen dat voor Manoes hoeft deze universiteit geen reclame mee te maken. Zij studeert hier al. Manoes, gefeliciteerd. Dan hebben we de derde plaats van 86 wordt gedeeld door vier spelers. En ik roep ze even alle vier. Van onder naar boven Tjaak Offringa, Kira Soerja, Sander van Eyck en Joey Rochal. Nog twee te gaan, mensen. Tweede is geworden en die is in die hele groep, dus die vierde geworden. Maar 1986, en volgens mij is het nou echt de laatste keer dat hij in de jeugdtoernooi gespeeld heeft, is Sebastian Smits. Je bent al heel jammer afscheid in van de jeugd, ja. Nederlands kampioen 1986, Joep Nabius. Gefeliciteerd. Als laatste hebben we nog iemand van de verenigingsprijs. Yeah.
zijn volgens een heel ingewikkeld systeem met puntentellingen als hoogste geëindigd. Dan kijken we geloof ik naar de vier beste spelers. Derde is daar geworden Zandpoort met 27 punten. En die mogen, dat zijn vier spelers, Bas Haver, Daan Haver, Nicola Mirala en Ilias van der Lende. Die mogen even een boekje gaan halen. Tweede is daar geworden 27,5 punten, DSC Dommen. En ik mag zeggen Erik de Moor met de familie Haast. Anne, Mark en Koen. En eerste in de verenigingsprijs 28,5. Uit Amstelveen, Superdorf. Sjaak Vos, Kamerplein, Merel Kamali en Mikkel. Arno, ben ik er doorheen of moet ik nog wat doen? Hier staat de meneer van de spiegel. Bent u? Volgens mij is dit nu de 16 keer gewonnen. Dat is samen met Joost Bergvers het record. Dat kun je nog verbeteren. Zodra de spiegel bijgewerkt is, kan ik hoogstwaarschijnlijk bij jou thuis brengen. Dames en heren. En nogmaals dank aan alle deelnemers. Ik stel voor dat de prijs mensen nog even op alle foto's gaan. KNVB bedankt. Iedereen goed thuis. En je hebt allemaal een uitbreekkamer als het goed is. Tot de volgend jaar. Okay.